Vorige week in Missie Antarctica hebben de 6 kandidaten de schoonheid, maar ook de uitputting van de hoogte mogen ervaren in de culturele hoofdstad van Peru, Cusco, en op de toppen van het Andesgebergte. Ed had in de retourstrijd net niet genoeg kennis in huis en moest na 3 vragen fout hebben beantwoord de missie verlaten. Dit zijn de 5 kandidaten die nog in de race zijn voor een plek op de zeilboot die één van hen naar Antarctica zal varen. Hooggebergte in Peru reizen de 5 overgebleven kandidaten, al lezend in het boek Portret in Sepia, door naar de hoofdstad van Chili, Santiago. Deze stad is in 1541 gesticht door de Spaanse veroveraar Pedro Valdivia en ligt op 540 meter hoogte aan de voet van de Andes. Met zijn 5 miljoen inwoners is het een van de grootste steden van Zuid-Amerika. Welkom bij Missie Antarctica. We staan nu op de berg Santa Lucia in Santiago, de hoofdstad van Chili. En vanaf hier gaan we beginnen met de eerste groepsopdracht. Er zijn weer 2 teams voor nodig. Pien, jij mag in elk geval een team kiezen, want jij had in Peru de hoogste score. Michel en Mercedes, jullie hadden een gedeelde 2e plaats, dus met jullie ga ik even tossen. Deze kant, jij dus deze kant. Dat ben jij. Ik zou zeggen, kom aan deze kant. Ik geef jullie weer 2 trefwoorden mee. Het gaat om kappen en koersen. Ik kies Mercedes. Waarom? Ik denk dat wij gewoon samen sowieso een goed team vormen. En om de girl power nog even hoog te houden. Ik kies Hans. Omdat hij een kompas heeft. Ja, nu ga jij een keuze maken of voor 2 of voor 3. Wat doe je? Ja, ik neem Koen erbij. Definitely. Hey, dames. Pien, jouw team is het gele team. Alvast de t-shirts. Jij bent dan het rode. Dankjewel. Jullie hebben van mij een boek gekregen van Isabel Allende in Peru. Hebben jullie dat gelezen? Ja. Mag ik het hebben? Dit boek speelt een grote rol in de eerste groepsopdracht. We gaan jullie geblinddoekt droppen ergens in Santiago. Elk team krijgt van mij een fotocamera mee. Ik wil voor jullie 3 foto's hebben. 1. Een foto van het straatnaambordje waar de grootmoeder woonde van Aurora del Valle. De hoofdpersoon uit Een portret in Sepia. 2. Een foto van de Spaanse versie van dit boek. En 3, een foto van het huidige straatnaambordje van de Alameda. Jullie mogen alleen maar gebruik maken van de bus om deze plekken te vinden. Jullie krijgen tot 4:30 de tijd om die foto's aan mij te brengen op het vliegveld. Isabel Allende is een van de bekendste Chileense schrijfsters. Ze is het nichtje van de voormalige president van Chili, Salvador Allende, die op 11 september 1973 omkwam bij een militaire coup. Isabel Allende is doorgebroken met het boek Het Huis met de Geesten. Oké, Hans, wat wordt de tactiek zo weer? Gaan we uitstappen en vragen aan mensen waar we zijn? Ja, maar ik denk ook dat we gewoon onze eigen ogen kunnen gebruiken en direct naar de eerste beste grote doorgaande weg lopen die we zien. Ja. Maar we rijden nu in ieder geval volgens mij in oostelijke richting. Voel jij zon? Nee, koud. Ik voel hier zon, dus we rijden in oostelijke richting. Waar heb je weer op dit te kiezen? Ik voel hem net Ed. Alleen omdat ik geen kompas heb. We rijden nu van het vol naar het zuiden, zuidoost. Ja. Nu? Ja. Zo. Oké. Okay. In het boek stond dat er vlakbij de Alameda de Las Delicias is. Dus die zoeken we daar tegelijkertijd. En
Of we zoeken op de Bonnefoy, komen we een boekhandel tegen. Ja. We zijn naar het noorden gereden, volgens mij. We zijn tegen de dag. Die is voor waarschijnlijk niks. Dus. Daar. Ja. Er komt een bus aan. Er komt een bus. Wow. Gewoon zeggen dat we daar nog in willen. Alameda. Donde está el luego que se llamaba Alameda? ¿Conoce? ¿Tú quieres ir a la Alameda? Alameda. Ahora se llama Bernardo Higgins. ¿Cómo? ¿Cómo? Bernador Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. Bernardo Bernardo Higgins. Tengo que escribirlo porque es muy importante. Tenemos que hacer una prueba con los tres. Si wijst het aan. Claro. Muy bien. En de naam is niet hetzelfde. Ze zegt hij is veranderd. Klopt. Señor. Señor. Señor, por Avenue Bernardo O'Higgins? No. No se puede. ¿Qué número de bus? Esa. Señor. The number, the street number? Bernardo O'Higgins. No. Sí? Yes, sí. Muy bien. Thank you very much. Dit is hem. Maak een foto. Ja, wacht! Ja! Team Geel vindt als eerste het straatnaambordje van de nieuwe naam van de Alameda. Avenida O'Higgins. Señor, ¿puede dar un señal cuando estamos a la Avenida O'Higgins? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Het is echt racen hier, man. Moet je kijken. Señor, va circa la avenue Ejército de Liberadores? Sí? Okay. Puede dar el señal circa luego? Luego? Muy bien, gracias. Klasse, jongen. We hebben nog 20 minuten, max. Ja. Geef hem anders alvast die vorm. Señor, part 2. Heel goed, jongen. Volgens mij moesten we nog een stukje doorlopen. Rood heeft de Avenida O'Higgins, de nieuwe naam van de Alameda, ook gevonden. Die staat erop. Oké, hebben ze. Ben je het zeker, Hans? Ik ben het heel zeker. Ja, hier. Pak hem. Het rode team heeft de straat gevonden waar de grootmoeder van de hoofdpersoon uit Portret in Sepia woonde. Ejército Libertador. Op de voet gevolgd door het gele team. Niet veel bij. Ze zitten nou op zoek naar een boekwinkel, hè? Oh, ja. Hier. Heel goed. Dit is een hele goede. Dit is een goede. Fantastisch. Een hele goede boekwinkel. Oh, yeah. Dat is goed. Señor, queremos Allende. Allende. Portretto in sepia. ¿Tiene el libro aquí? Nee,
Oh. Nosotros no lo tenemos. Tendría que ser tal vez manantiales, la Feria del Libro, la Alameda, la del Banco del Estado. Hoe heette die plaats? Hoe heette die... Ik hoef maar, vijf minuten met de bus. Hoef niet ver meer. Nee, maar hoe heet die plaats? Want dan kan ik... Weet niet. Dan staat die vrouw net tegen jou. Plaza Mañana of zo. Plaza... De Armas. De Armas, ja. Oké. Okay, maar nou, dan moeten we als we met de bus gewoon even hier drie halve verder zijn. Oké. Okay. Dat scheelt weer vijf minuten. Ja. Cuatro cuadros a la derecha. Por... Sí. Okay. Por la Feria del Libre. ¿Conoce la Feria del Libre? Un negocio... No. Feria del Libre. Cuatro cuadros para la. Allá. ¿Cuánto es? Muchísimas gracias. Señor, Feria de los Libros. Feria de Libros. Vamos juntos. ¿Cuántos metros? Sí, porque tenemos muchos... Dit is contrapunt. Ze willen jullie. Wow! Nee! Ja, dat moet goed zijn. Ik kan niet beter dichterbij dan dit. Anders pak ik hem gewoon. Wacht even. Het gele team heeft nu ook de derde foto. De Spaanse versie van Portret in Sepia. Oké, okay. Kijk, daar kunnen we eronder door. Ah, dit ziet er ook heel groot uit. Retrato en sepia. Consulten al vendedor por ahí. Retrato en sepia. Señor. No te... Portreto en sepia de Isabel Allende. Isabel Allende, sí, pero él te puede decir mejor. Isabel Allende buscando. Okay. Isabel Allende? Sí. Oké. Fantastico. Oké, is goed. Rood heeft ook de Spaanse versie van het boek te pakken. Maak er nog één. Nou, dat doet hij niet. Kom, hebbers. Oké. Okay. Luister, we kunnen nu toch niks meer doen. We hebben gedaan wat we konden doen. Laat die foto's even zien. Deze. Wat dacht je van deze? Ja, ze zijn allemaal leuk. Ze zijn allemaal leuk. En deze, Isabel. Allende. Aan de waarschijnlijk hadden ze de foto. Ja, weet ik veel. Isabel. Portret in sepia. Ja. En je ziet er, liberator. Ja. De... Helemaal goed. Jij de eerste. Yes. Yes. Dat ging pas. Nee, wij dachten dat zij al weg waren naar het vliegveld. Dus wij echt zo... Beide teams hadden de goede foto's, maar het rode team arriveerde eerder op het vliegveld en wint daarmee deze opdracht. Michel en Hans krijgen beide 3 punten, het gele team verdient geen punten. Even de foto's wel. Waar liep jullie achter ons aan dan? Van Santiago vliegen de kandidaten door naar Temuco in midden Chili, ook wel het merendistrict genoemd. Hier vindt men nog echte oerbossen waar de volgende opdracht zal plaatsvinden. De teamkeuze die heeft vooral te maken in eerste instantie met het feit dat Hans een kompas heeft. En hij die liet doorschemeren dat navigeren, koersen een belangrijke rol zou spelen in de teamopdrachten. Kompas, ja, dat zit in mijn horloge, dat heb ik altijd bij me.
Hans heeft gekozen voor zijn kompas. Ja, ik weet niet of ik dat zo... Waarom kies je Hans om zijn kompas? Een beetje onpersoonlijk ook. Ik wilde gewoon bij Mercedes in het groepje zitten, dus dat vond ik wel leuk. We waren erg serieus. We waren heel druk bezig met de opdracht. Ondanks de serieusheid toch nog wel genoten van het een en ander. We hebben heel veel plezier gehad. We hebben leuke foto's genomen met z'n allen, waar we leuk op staan. Het is een leuk team, het is een gezellig team. Ik kan goed met die vrouwen opschieten en zij met mij. Dus het klikt. Leuk. Ja. De kandidaten zijn te gast bij Andrea Schiek. Hij is manager van het bos- en houtverwerkingsbedrijf Agricola y Forestal Taquiu. We will see now a video about the hacienda Fundo Arquilbe and about the certification system FSC. Per jaar verdwijnt er wereldwijd 0,5% aan natuurlijk bos. Dat is 3,5 keer Nederland. Dit komt met name door een verkeerde manier van bosbeheer. Gelukkig kan het ook anders en is in 1993, mede op initiatief van het Wereld Natuurfonds, het FSC-keurmerk gestart. Forest Stewardship Council is een internationale organisatie die wereldwijd het bosbeheer wil verbeteren. Het doel van FSC is om een bosmanagement in te voeren dat milieuvriendelijk is, economisch haalbaar en dat rekening houdt met de sociale omstandigheden van het land en van de lokale bevolking. Het FSC-keurmerk is het enige keurmerk dat de garantie biedt dat het hout uit een goed beheerd bos komt. Agricola y Forestal Taquiu werkt er hard aan het FSC-keurmerk te verwerven. Morgen wordt er ergens in dit bos een boom omgezaagd. En het is jullie tweede groepsopdracht om deze boom te vinden. Jullie krijgen van mij stafkaarten, een kompas en twee coördinaten. Op de locatie van het tweede coördinaat vinden jullie een aanwijzing voor de volgende plek op de route. Uiteindelijk moeten jullie langs drie gemarkeerde locaties om de goede boom te vinden. Het team dat als eerste aankomt bij de boom krijgt van mij 3 punten. Let op, jullie moeten voor zonsondergang gearriveerd zijn en dat is zo rond 21:00 s'avonds. Ik wens jullie heel veel succes en ik zie jullie daar vanavond. Beide teams krijgen 3 verschillende coördinaten die ze door dit oerbos zullen leiden met het uiteindelijke doel de boom vinden die mag worden omgekapt. Nee, dat is handig voor ons. Nee, die lijntjes zijn geen centimeters, heb ik al uitgelegd. Nee, dat doet niet. Pak even. Deze coördinaten kunnen ze door middel van stafkaarten, kompas en gradendriehoek uitrekenen en zo de juiste koers volgen. De teams leggen allebei een andere, maar even lange route af. Op hun tocht is er 1 punt waar ze elkaar kunnen tegenkomen. Dat klopt. Dus we moeten die kant op. Ja, dat zeg ik de hele tijd. Dat geeft je ook aan. Ja, maar ik moet het zelf ook even doorhebben. Ja. Wil je de berg straight over? Ja, liefst wel. Maar dat gaat niet. Ga je stuk hoor. Ik denk dat we beter het pad kunnen volgen. Vooral moet je kijken hoe dicht die begroeiing is. Ja, toppie. Dit gaat helemaal in de goede richting. Kijk, wat geven die hoogtelijnen aan? Bocht, nee? Ik denk dat het daar is. Waar? Daar. Nee, ik heb hem vastgezet. Ja, maar 268 is daar, maar we zijn zeg maar zo omgelopen, dus we moeten iets meer naar links lopen. Ja, maar ik heb mijn horloge vastgezet. Of wat? Ik heb mijn horloge vastgezet op de richting die we moesten lopen, naar het punt toe. En hij geeft met, kijk, ik kan het je laten zien. Hij geeft gewoon aan met die zwarte blokjes. Hoe ver je ervan afwijkt? Hoe ver ik afwijk van mijn originele puntkoers. Ja, maar hij weet niet of je in een boogje bent gelopen. Daar is dit juist voor. Maar hij weet toch niet hoeveel je af hebt gelegd? Het is geen GPS. Mag ik nog even verder? 2 meter? Ja. Oké, laten we dan zoeken naar die brug. Voor die brug. Ja, dit lijkt meer op een pad, een vervolgpad. Dat is het tweede puntje. Het tweede puntje. Dus het is echt... Van hier, links of van rechts? Het is rechts van het pad, want we kwamen hier vandaan. Ja. Dus het is rechts, net naast het pad, voor de rivier nog. Net dus het is het tweede puntje aan de rechterkant? Ja. Nou, dan is het dus voor de net brug. Rechts. Ja. Toppertje. Als dat het is.
Dat pad, dat ligt in een dal. Laten we nog eens kijken. Ja, ik weet eigenlijk zo langzamerhand niet meer hoe we gelopen zijn, maar we zijn eerst zo gelopen. We zijn hier verdwaald. En we lopen, voor mijn gevoel lopen we nu daarheen. Ja, mijn gevoel ook. He? Dan moet het dus. Niks? Hier. Ergens liggen. Ik denk dat we rechts moeten gaan. Deze hoofdlijn hoort bij dit pukkeltje, dus het zou wel eens een beetje stijgen kunnen zijn. Nee. Ja? Vind je dat een goed idee? Ja. Dus dat we deze verder doorlopen. Rechtsaf en dan naar beneden. Lijkt me goed. Geel vindt als eerste hun tweede coördinaat. Oh ja. Nou, hij is er. Ja? Wat is dat nou? Waar? Waar zitten we dan nu? We gaan eerst even lezen. Ja, we weten niet op de kaart waar we zitten. Ja. Coördinaat 2. We gaan even op het gras. We gaan lekker naar het gras. Even lekker in de schaduw zitten. Worden we niet straks in onze reet geschoten vanwege trespassing? Nou, laten we dat niet hopen. Hey, 2,9, hè? Je daar 2,4. 2,9. Dus net voor 3. Oké, okay, dan wel hoor. Nice. Kijk eens nog een keer. Kijk, we lopen nu hier. Ja? Zullen we hier naartoe lopen? Moeten we teruglopen? Nou ja, niet echt. Ja, maar laten we dat met ervaring ja, ja, precies. De stad volgen. Dat zeg ik. Het is beter om gewoon... Ik loop liever nu 10 minuten over het pad, dan moet ik door een bos heen. Ja. Voor beide geld, als je na 5 centimeter, dus na 500 passen, gewoon weer de boes in duikt, is het goed. Oké, okay, dus 5 centimeter, 500 meter. 5, 6, 7, 8, 5. 5. Ja? 1000? Oké, okay, 900 passen. Dit. Ja, top. Daar kan je er doorheen. Ja. En dan moet je die kant op. 167 gehad, ja, hè? Ja. Zeg gewoon dat we hier zitten, denk ik. Ja, maar dan moeten we naar beneden. Ja. Helemaal terug naar beneden? Ja. Ik denk dat we hier op die splitsing zitten. Oh, man. Ja, we gaan nou, gewoon terug. Dat meen je niet. Waar in godesnaam zitten we? Mag ik nog even hier noord? Zoek. Ja. Hé, hey, kijk eens. Het gele team is bij de steenkolenhuisjes. Het punt waar allebei de teams hun derde coördinaat kunnen vinden. Wie wil de water? Lekker. Kijk eens, eten. Hier een aanwijzing. Jongens. Nee, ik neem zo'n lekker colaatje. Ah, en een ei. Eieren. Oh. Wauw, wat een verrassing. Hier, deze moet op zoek gaan naar deze struik. Neem per team 3 zakken steenkolen mee. Oh. Hier zit een rood lint. Hoppa. Rood vindt nu pas hun tweede coördinaat. Ik ga er wel af. Dat is een duur van de kloten. Shit, man, mijn hele benen zijn open. Goed, tweede coördinaat. Coördinaat 2, kolenstookhuis. Hey, kijk eens. Hier ligt nog een envelop. Oh, dit is... Man, dat is voor rood. Deze zijn nog niet geweest. We zijn eerder. Mooi. Er is nog kans. Nee, dat kan je niet maken. Dit is het noorden. Ja, klopt het ook? Kijk hoor, 257. Wat zei je dat het noorden was? Als dit 360 graden is. Dat is het noorden. Ja, klopt. Ja, dan klopt dat. Ja. Oh, dit loopt lekker. Nee. Oh,
Okay. Rood arriveert nu ook bij de steenkolenhuisjes. En het wordt hun duidelijk dat Geel hen al voor is geweest. Succes, jongens. Groep Geel. Ja, dankjewel. Dat kunnen we wel gebruiken. Dit zal wel de eindboom zijn. Oké. En PS neemt per team 3 zakken steenkool mee. Dan zijn we een mooie haasje. Dat mag je wel zeggen, ja. Ik doe het niet. Het is kansloos. Nou ja. Laten we ons maar aan de route houden. En niet dat we zeg maar recht over die heuvel heen zouden gaan waar we waarschijnlijk toch niet doorheen waren gekomen. Dat kan je niet bij jou. Het gele team heeft geen andere keus dan te voet de rivier over te steken. Holy bet, je moet heel voorzichtig zijn. Het is fysiek zit ik niet stuk of zo. Ja, absoluut niet. Ik bedoel, in Peru was het regen, maar dit is frustrerend. Gewoon ach, dat we gewoon de route niet kunnen volgen. Het is kennelijk toch net wat te moeilijke opdracht voor ons. Ook Rood komt tot de conclusie dat er niets anders op zit dan natte voeten te krijgen. We hebben nog 10 minuten, is die zon onder. Je bent er bijna, Hans, nou een ton dieper. En makkelijker. De stenen zijn zo glad. Eindelijk! Jongen! Oh, jongens! Wow. Nee. Oh, het zal jullie niet ontgaan zijn dat de zon onder is. Nee, ik ga niet vertellen dat we... Is de andere groep er al? Nee, de andere groep, het rode team, is ook niet hier en die worden opgehaald. Dus op zich zijn jullie hier nog aangekomen, maar te laat. Dus niemand heeft punten. Hey, Jari. Dit was zwaar, jongens. Afzien. Ja, we hebben jullie opgehaald, dus het zal duidelijk zijn dat jullie het niet gehaald hebben. Nee, inderdaad. Het andere team... heeft het ook niet gehaald. Nee. Mooi. Ze waren te laat. Ze waren wel bij de boom, maar ze waren te laat. Ik wil even een noot maken. We hebben namelijk een briefje gevonden van het andere team dat zij voor ons uitliepen. En ze hebben echt heel erg goed gelopen. Ja. Ik bedoel, wij hebben ons best gedaan, maar petje af voor het gele team. Serieus. Zonder meer. Zonder meer. Okay. We zaten er compleet doorheen. Precies. Net niet binnen mosquito bereik. Ik ben niet binnen, maar niet in de.
Ik vond het superleuk dat Pien mij koos. Ik had ook wel zelf zoiets van tevoren. Het lijkt me in ieder geval weer eens leuk om bij Koen in de groep te komen. En bij Pien ook, omdat het qua communicatie en gewoon hoe je met dingen omgaat, is het hartstikke oké. Okay. Oh. Na die rivier, dat vond ik wel heel erg mooi. Toen had ik zoiets van, hé, kikken. Weet je, gewoon... Ja, dat vind ik leuke dingen. Dat wordt gewoon lekker extreem. En op een gegeven moment zo lachen dat je echt gewoon bijna wordt meegesleurd. Ik kreeg ook nog van die stok. Pien pakt die stok op en ik krijg nog een klap in mijn gezicht. We staan er midden in het water. Oh, ik ben blij als we aan de overkant zijn. Ik denk dat gisteren de proef echt in mentaal opzicht afzien was. Dus inderdaad door het feit dat je verkeerd loopt, dat het ontzettend moeilijk is om die kaart goed te lezen, je te oriënteren. Aan de kompas heb je niks als je niet weet waar je bent. En we meten al heel snel dat we de weg kwijt waren. Dus, en vanaf dat moment was het zoeken. Het heeft al 2 uur geduurd voordat we bij het eerste coördinaat was. Het ging helemaal mis. Je weet dat je voor zonsondergang binnen moet zijn. Maar toch hoop je dat als je binnenkomt, dat je die 3 punten krijgt als je voor die andere groep bent. Ondanks dat het donker is geworden. Dus je gaat door, wat we ook hebben gedaan. We hebben het ook gered. En dan hoor je dat je die punten niet krijgt. Ja, dan baal je gewoon. Dat vind je jammer. Dat is echt jammer. Idee. Ja, dat was hem dus, de boom waar jullie gisteravond uit hadden moeten komen. Nou, jullie is het helemaal niet gelukt en jullie een beetje. Althans, het was donker, dus jullie hebben hem niet gemist. Deze boom gaat straks een hoofdrol spelen in jullie individuele opdracht. Maar voordat we dat gaan doen, gaat de boom eerst omgezaagd worden. Die wordt omgezaagd, stond al op de nominatie om gekapt te worden. Bij het kappen wordt precies de valrichting bepaald, zodat er zo min mogelijk schade wordt aangebracht aan andere bomen en vegetatie. Ja. Wow. Een van de kenmerken van verantwoorde houtkap is het direct verwerken van de boom op de plek zelf. Ze maken hier gebruik van ossen om het hout uit het bos te slepen in plaats van zware machines. Michel en Hans beginnen de individuele opdracht beide met 3 punten. Mercedes, Pien en Koen starten met 0 punten. Jullie opdracht is om 1,28 meter van deze boomstammen af te zagen met het blote oog. Degene die het dichtst bij 1,28 meter zit krijgt 10 punten. Degene die daarna komt, 8 punten, 6, 4, 2. Oké, mevrouwtje, bankje komt er zo aan. Ik dacht dat ik het idee had dat ik wel wist wat een meter was, maar dat twijfel ik. Nou, dit is het. Oké. André. Oké. Okay. Nou. Koen, je hebt 1,43 meter. Michel, nummer 2. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Oké. Okay. Ik denk dat ik hier ga zagen. Oké. Okay.
1, 21 en 2 millimeter. Ik had 6 jaar geleden of zo ooit eens ontdekt dat dit precies 22 centimeter was. Dus ik heb er een centimetertje bij opgeteld, maar dat was dus niet goed. Mijn handen zijn sindsdien niet gegroeid. Pien, het is jouw beurt. Beetje nerveus, geloof ik. Ja, ik ben wel redelijk gespannen. Maar een beetje zenuw is altijd goed, toch? Ja, dit zit goed. Oké. Heb je een idee? Ja, ik wil het gaan meten met mijn vingers. 1, 2, 3, 20, 21. Hier ga ik zagen. Pien, 1,26,5. Ik was even vergeten hoeveel ze moest zagen. 1,26 en 7 millimeter. Mercedes, jouw beurt. Ben je goed in maten? Daar ben ik voor geboren. En ik was 7 geworden en het was een hele mooie dag. We gaan het bos in. Op een bankje gaan we zitten. We hebben bramen geplukt. Terwijl we zitten te eten, zegt mijn moeder: Mercedes, jouw handen zijn nu precies 10 centimeter. En als jij 25 bent, zijn ze 14 centimeter lang. Jouw pinken maken het verschil. Ik weet niet wat ze ermee bedoelt, maar nu weet ik wat ze ermee bedoelt. 9 maal mijn handen is 126 centimeter. Ja. Plus 2 pinken. En die maken het verschil. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. Okay. 1 pink. 2 pink. Daar. Een 41 en 8 millimeter. Oh my god, mijn moeder heeft me gewoon voorgelopen. Hans, de laatste ben jij. Ja. 1 meter 28, daar gaat het om. Enig idee? Ik heb enig idee, maar het blijft een gok. Oké. Okay. 1, 21, 2. Pien zat het dichtst bij de 1 meter 28 en verdient daarmee 10 punten. Gevolgd door Hans en Michel bij de 8, Mercedes 4 en de laatste is Koen met 2 punten. Dat brengt de eindstand op Michel en Hans beide 11 punten. Pien 10, Mercedes 4 en onderaan Koen met 2 punten. Dat betekent dat Pien, Mercedes en Koen zich kunnen opmaken voor de retourstrijd. Ik ga nu de retourstrijd in voor de eerste keer. En ik heb me op dit moment eigenlijk helemaal leeg gemaakt. Ik kan heel goed met Mercedes schieten, maar ook heel goed met Pien. Het wordt, als ik moet gaan kiezen tussen die twee, weet ik het echt niet. Mercedes en Koen hebben meer met elkaar dan met mij, denk ik wel. Ik denk, ja, dat ze mij als een grotere bedreiging zien. Ik heb hier in mijn hand een retourticket naar Nederland. Ik ga 7 vragen stellen. En ik stel de vraag aan degene die het ticket in zijn of haar hand heeft. Heb je de vraag goed, dan geef je het ticket aan één van de andere kandidaten. En aan diegene stel ik de volgende vraag. Heb je de vraag fout, dan moet je opnieuw een vraag beantwoorden. 3 keer achter elkaar een vraag fout beantwoorden is naar huis. Dat gaat zo door tot vraag 6. Als je vraag 6 goed beantwoordt, kun je 2 dingen doen. Of je houdt het ticket, of je geeft het ticket aan een van de andere kandidaten. Dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Hou je het ticket, dan heb je het lot in eigen hand. Geef je het weg,
Dan moet je maar afwachten wat er gebeurt. Want degene die vraag 7 goed beantwoordt, is verzekerd van een plek in de volgende ronde. Heb je vraag 7 fout, dan ben je degene die naar huis gaat. Koen, ik geef het ticket aan jou, want jij hebt de laagste score. Koen, vraag 1. Santiago, de hoofdstad van Chili, ligt in de kom tussen het Andesgebergte en de Cordillero de la Costa. De stad heeft daardoor regelmatig veel last van smog. Welke maatregel heeft de stad daarom genomen? A. Er is 2 keer per maand een autoloze zondag. B. Automobilisten krijgen via de radio te horen of ze die dag mogen rijden. Of C. Automobilisten mogen slechts op even of oneven dagen rijden. Ik denk dat het antwoord B is. Antwoord B is goed. Dat betekent dat jij het ticket aan of Mercedes of Pien moet geven. Geef aan Mercedes. Mercedes. Volgens het Wereld Natuurfonds neemt de oppervlakte aan natuurlijk bos wereldwijd met 0,5% per jaar af. Hoe groot is de oppervlakte van een bos dat verdwijnt? Is dat A, 1,5 keer zo groot als Nederland? B, 2,5 keer zo groot als Nederland? Of C, 3,5 keer zo groot als Nederland? Antwoord C. Antwoord C is goed geantwoord, Mercedes. Dat betekent dat jij het ticket of aan Koen of aan Pien geeft. Ik geef het ticket door aan Pien. Pien, vraag 3 is voor jou. In Chili is 11 september een bijzondere datum. Niet alleen vanwege de aanslagen in de VS in 2001, maar ook vanwege een andere historische gebeurtenis. Welke gebeurtenis is dat? Is dat A, op 11 september 1984 werd de nieuwe peso geïntroduceerd? B, op 11 september 1973 werd president Salvador Allende tijdens een militaire coup vermoord? Of C, op 11 september 1810 verklaarde de kolonie Chili zich onafhankelijk van Spanje? C. Antwoord C is niet goed. Het goede antwoord is antwoord B. Op 11 september 1973 werd president Salvador Allende vermoord. Dat betekent dat vraag 4 ook voor jou is, Pien. Wat is geen boek van Isabel Allende? A. Huis met de geesten. B. 100 jaar eenzaamheid. Of C. Paula. 100 jaar eenzaamheid. B. Van wie is dat wel? Van Marquez. Goed geantwoord. Je gaat het ticket doorgeven. Aan Koen of aan Mercedes? Ik ga weer terug. Dat betekent, Koen, dat vraag 5 voor jou is. Uit een recente studie van het Wereld Natuurfonds is gebleken dat Nederland hout importeert dat uit illegale handel komt. Om hoeveel procent van de totale import gaat het hier? Is dat A, 5 tot 10%, B, 5 tot 15% of C, 15 tot 20%? Dat was veel, dat is antwoord C. Antwoord C is goed geantwoord. 15 tot 20%, dat is inderdaad heel veel. Ja, dat is wel heel veel. Dat betekent dat jij het ticket doorgeeft aan iemand anders. Ik geef nu weer aan Pien. Ik heb net aan Mercedes gegeven, dus ik geef nu aan Pien. Pien, vraag 6. Je weet het, een belangrijke vraag. Heb je die goed, dan heb je de mogelijkheid om het ticket te houden of om het ticket weg te geven. Wat is volgens het FSC verantwoord bosbeheer? Is dat bosbeheer dat rekening houdt met A. milieu, sociale en geografische omstandigheden? B. milieu, sociale en economische omstandigheden? Of C. milieu, sociale en historische omstandigheden? B. Dat weet je zeker? Mm-hmm. Antwoord B is goed geantwoord. Dat betekent dat je nu 2 dingen kunt doen. Of je houdt het ticket en je neemt het lot in eigen hand, of je geeft het ticket weg aan Koen of Mercedes. En dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Ik hou mijn lot in eigen hand. Oké. Okay. En dat betekent dat vraag 7 voor jou is.
de laatste vraag in dit spel. Waarom is het op Antarctica, de Zuidpool, kouder dan op de Noordpool? Is dat A, er is minder zonneschijn? B, het waait er meer? Of C, de Zuidpool ligt hoger dan de Noordpool? C. C, Pien, is goed geantwoord. Gefeliciteerd. Jij bent verzekerd van een plek in de volgende ronde. Maar jij hebt nu de moeilijke taak om of Koen... Oh ja. Ja, ja. Dat zou je bijna vergeten. Of Mercedes naar huis te sturen. En ik wil ook graag van je horen waarom. Ik heb gekozen om te kiezen. Ik mag jullie allebei even graag. Maar ik denk nu aan mezelf. En de grootste kans waardoor ik langer in het spel blijf... is door mijn grootste concurrent uit te schakelen. En dat is Mercedes. Spijt me. Nou, was duidelijk. Moeilijke keuze. Dat is goed. Ik hoop dat je het. Ja, zo. Ja. Ah, ik blijf je groepie. Hey. Zijn er twee vrouwen over? Ja. Word je er door één naar huis gestuurd? Ja, het is kloten, maar ja. Ik kan er gewoon niks aan doen, jongens. Nee. Ik kan er gewoon helemaal niks aan doen. Dus het is... Ja, ik ga ook met een rust in mijn hart terug, hoor. Het is, ja... Het is het spel. En ik heb hier niks aan kunnen veranderen of kunnen doen. Misschien meer de concurrent zijn, blijkbaar. Maar gelukkig ben ik het wel gewoon geweest, want dat was wel ik, dus is goed, ja. Stilgevallen. Ja. Ja. Maar ja, besef maar eens hoe dicht je nu bij Antarctica bent allemaal. Nog 4 kandidaten, nog 2 afleveringen te gaan. En volgende week gaan wij naar het einde van de wereld met Antarctica in zicht. Wauw! Ook mee op avontuur door Zuid-Amerika? Speel nu de virtuele expeditie op www.ncrv.nl/missieantarctica.